Ja, Jente, van harte gefeliciteerd. Je eerste profoverwinning en dat al zo kort bij je eerste ploeg. Dat moet een mooie binnenkomen zijn. Ja, de eerste koers tweede worden in Valencia was al een binnenkomer. En dit is de puntjes op de i zetten, denk ik. Hè. Dus ze hadden heel veel vertrouwen in mij. En dit is mijn manier om het terug te geven. En dit is heel belangrijk voor mij natuurlijk. Twee weken geleden mijn eerste podium, dan komt dat echt dat geloof. Die ploeg staat achter mij en vandaag ben ik heel blij om die eerste overwinning te pakken. Dat is ook de eerste overwinning voor de ploeg en, van het jaar. En dat is altijd belangrijk, de kop is eraf. Dus Oman kon niet beter beginnen. Ik was wel enigszins verrast. Ik dacht, die heeft er al een heel aantal op zijn naam staan. Kan je uitleggen waarom het er nog niet van gekomen is? Dat is altijd moeilijk om te zeggen. Hè? Ik denk dat er heel veel mensen heel veel van mij verwachten na de belofte. Ik was twee keer tweede in Roubaix bij de belofte. En ben dan direct eigenlijk in een grote ploeg terechtgekomen met Katusha. Daar heel hard gewerkt voor de kopmannen. Dan naar Israël, veel grote namen. Veel grote kopmannen, echt in die knechtrol. Vorig jaar draaide het jammer genoeg iets minder bij Israël en kreeg ik iets meer vrijgeleide. Heb ik dan kunnen bevestigen met mooie top 10 plaatsen in het tweede deel van het jaar. Arkea geloofde heel hard in mij, gaf mij een contract. En dat heeft voor mij een stressding afgelaten. En hier heb ik echt een vrijere rol en daarvoor ben ik binnengehaald. Natuurlijk zal ik nog moeten werken. Ik ben ook zeker geen grote kopman, maar dit is wel... Ja, met koersen die mij moeten liggen, maar dat ik hier vandaag had gewonnen, had ik denk ik echt niet verwacht. De ploeg geloofde in mij en ik dacht, oh, dit is wel veel geloof, want dat parcours is toch niet echt perfect voor mij. Maar ik heb het toch kunnen doen, dus het was het geloof waard, denk ik. En dit is mijn dankjewel aan de hele ploeg en aan Manu Hubert, die heel op het einde natuurlijk mij een contract gaf. Want vorig jaar was het even... spannend, dacht ik echt dat ik zonder ploeg ging vallen. Dus dat ik vandaag dit kan winnen, geeft mij een heel stressloze periode, denk ik. En dit is heel belangrijk, maar het smaakt ook naar nog meer. Ik zag je na de finish de armen naar de hemel wijzen. Aan wie is dat gericht? Mijn schoonvader is vorig jaar overleden. En een van zijn laatste woorden waren: ik geloof in u dat je een koers kunt winnen. En ik ben die woorden nooit vergeten. En dit was voor hem. Ik weet dat hij erbij was. En, Moet het ook extra speciaal en emotioneel maken voor je? Ja, zeker. Hè? Zeker. Ik was al tweede in Valencia dit jaar. Dat maakte het al heel speciaal. En toen dacht ik, oké, hij heeft altijd mij geloofd. Samen met mijn hele familie. We hebben een heel zwaar jaar gehad vorig jaar. En dit is natuurlijk... echt een verlossing en daarmee ben ik echt wel blij dat ik het heb kunnen binnenhalen en daarom het vingertje.